Ik ben Thea Mulders, geboren op Java in juni 1939. Toen ik 7 maanden oud was, werd mijn vader, die toen tweede luitenant was bij het KNIL, overgeplaatst naar het huidige Banda Aceh. En hebben we een tijd gewoond. Mijn vader is er overgeplaatst en daarna zijn laatste standplaats was Langsa, waar ook mijn zusje geboren is in november 1941. Wij werden afgevoerd in een auto. Dat wil zeggen, mijn moeder zat met mijn babyzusje achterin. Ik zat voor naast de chauffeur. En op een bepaald moment stopt die auto. En er buigt zich een man naar binnen. Eerst het eerste kwartier, dat is mijn vader geweest. En daarna heeft hij afscheid genomen van zijn vrouw en zijn tweede dochter. En dat is het laatste wat we van hem gezien hebben. En zo zijn we na een aantal omzwervingen in Brastani terechtgekomen. U zat dus op Jaapenkamp en dat is toch wel even anders als de Jan Ja, het is geen zeilkamp of paardenkamp of zo, beslist niet. Zelfs de schoolkamp is heel anders. Maar we werden op dat moment nog met redelijke ruimte gehuisvest in een oude kostschool. Dus in de eetzaal werd verdeeld in kleine ruimtes door lakens op te hangen. En binnen die lakens werden dan Britsen opgezet voor een gezinnetje. Dat hield in dat mijn moeder 1 Brits had. Een Britse is zo'n opklapbaar bedje. Dat hadden in het begin al van de Nederlanders. Naar de hand werden het matjes zoals je op het strand gebruikt. Foto van mijn vader had ze verstopt in het babymatrasje van mijn zusje. Want foto's van mensen in mijn uniform waren strikt verboden. En je kreeg een flink pak rammel als ze dat toch vonden. Dus die foto van mijn vader is, die heeft een hele interessant litteken zo boven zijn oog. Maar het is helemaal niet van een zwaardgevecht of wat dan ook. Het zijn de veiligheidsspelden van mijn zusjes luiers die er doorheen staken. En op een bepaalde dag, en dat was 16 april 1942... kwamen ineens vanuit de struiken een aantal tanks aanrijden. En het bleek dus de nieuwe bezetter te zijn. En het waren de Japanners die het commando over ons kamp overnamen. En toen werd het leven anders. Wat we ook te eten kregen, was een soort stijfsel, lijm, of pap, of lijm, die we kregen van sago gemaakt. Het was eigenlijk bedoeld als varkensvoer. Heel erg bitter en bruinig, maar het doet het meest denken aan de lijm voor het behangen, behangsellijm. Dat kregen we 2 keer per dag, 's morgens en 's avonds. En dat was dus het rantsoen dat we kregen met die liter water. En dan hadden we 1 keer per week kregen we 100 gram rijst, een theelepel sambal en een theelepel suiker. Ja, daar is suiker. Toch herinner ik me 1 keer dat we een feestmaal hadden. En dat was heel bijzonder. Het waren op dat moment de lekkerste gebakken aardappelen die ik ooit gegeten heb. En ik ga er echt van over mijn hals als ik het weer zou moeten eten. Mijn moeder had op een of andere manier zoete aardappelen te pakken gekregen. Ik denk dat ze gesmokkeld heeft. Die zoete aardappelen had ze gebakken. Niet in boter, niet in olie, maar in kaarsvet. En dat was heerlijk, omdat we eindelijk ons buikje vol hadden. Maar ik denk dat je wel eens geroken hebt wat een kaars die je uitblaast. En misschien heb je het wel eens iets aan je vinger gekregen en afgelikt. Maar ik hoef dat echt nooit meer van mijn leven te eten. Ja.